ons kanaal. En mocht je iets hebben, logolleris, wat is er mis met jou? Wacht even met een comment achterlaten, want ik zal je vertellen wat het waarschijnlijk is. En dat is dat ik geen wenkbrauwen, ik heb al wenkbrauwen, maar ik heb ze niet gedaan. En als je de thumbnail en de titel van deze video hebt gelezen, dan is dat precies waar we het vandaag over gaan hebben. Ik heb hier namelijk de Wonder Brow. Dit product heb je vast al voorbij zien komen op Instagram of op andere YouTube video's. Eerder zag ik dit product namelijk alleen bij buitenlandse YouTubers en Instagrammers voorbij komen. Maar we kregen laatst een mailtje in onze inbox dat de Wonder Brow nu ook te koop is, gewoon bij Easy Paris. En ja, dat is super chill, heel erg makkelijk verkrijgbaar. Dus ik ben heel erg enthousiast om mezelf ook uit te kunnen proberen. Nou, Wonder Brow komt in 5 verschillende kleuren. Ik heb hier de kleur, nou, er staat op brunet. Maar in de bruine kleuren zijn er nog een aantal varianten. En deze variant is net iets te licht voor Tara's haarkleur. Dus daarom test ik hem alleen vandaag uit. En zit ik hier daarom alleen voor de camera. Vind je het leuk om vaker video's op ons kanaal te zien? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En als je wil kun je ook gelijk dat belletje aanklikken. Dan word je ook nog op de hoogte gehouden wanneer we nog meer video's online plaatsen. En als je dus meer wil weten over dit product en wat ik ervan vind, hoe het werkt en dergelijke, blijf dan vooral kijken. Nou, Wonder Brow is dus een product. Ik zal hem eventjes uit de verpakking halen die je dus gebruikt voor je wenkbrauwen. Het ziet er eigenlijk uit als een soort van mascara huls of eigenlijk een lipgloss. En het is dus een product wat in 2 minuten ervoor zou moeten zorgen dat je wenkbrauwen krijgt die waterproof zijn, smudgeproof, transferproof en zouden moeten blijven zitten tot 3 dagen lang. Dus mijn gedachte was eerst meteen, oh my god, dat is super handig voor eigenlijk elk seizoen. Met super hete dagen op vakantie loop je echt max te zweten. Dus dan is het heel erg fijn als je wenkbrauwen wel blijven zitten. Maar ook op hele regenachtige herfstdagen, winterdagen met sneeuw, is het gewoon iets wat denk ik heel erg makkelijk is. Eigenlijk heel erg handig is. Want wenkbrauwen zijn voor mij heel erg belangrijk. Dus ik wil altijd dat die er gewoon goed uitzien. Kijk, nou, het ziet er dus zo uit. Het is echt heel apart eigenlijk. Het ziet er gewoon uit als een soort van lipgloss kwastje. Maar dan zit er dus een hele bruine substantie op. Ik had eigenlijk verwacht dat het een wat dikkere of meer gellerige substantie zou zijn. Maar het ziet er nogal dun uit. Ik heb verschillende video's online al van tevoren gekeken om te kijken van hoe kan ik het beste aanbrengen. Wat ik heb gezien is sommige mensen die gaan dit kwastje direct op hun wenkbrauw aanbrengen. Sommigen die dippen een ander kwastje in dit kwastje. En sommigen die brengen producten aan op de hand en gaan daarin het kwastje dippen en dan op de wenkbrauw. Het leek mij het makkelijkste om het product gewoon een beetje op de rug van mijn hand aan te brengen. Want dan kan ik ook een beetje afvegen als ik te veel product heb. Dus dat ga ik doen. En hiervoor gebruik ik dit kwastje van MAC. Dit is een schuin afgesneden kwastje. Volgens mij is dit het nummer 203 of 208. Of 200, ik weet niet zo goed. Het cijfertje is hier weggevaagd. Maar het is in ieder geval een heel klein dun afgesneden kwastje. En die gebruik ik altijd voor mijn wenkbrauwen. Dus dacht, dat kan ik bij deze ook wel vast gaan doen. Maar ik ga nu eventjes iets dichterbij komen. Zodat jullie wat beter kunnen zien wat ik aan het doen ben. En dan gaan we gewoon gelijk beginnen. Ik dip het gewoon een beetje zo erin. En ik smeer het een klein beetje af. En dan ga ik gewoon beginnen. Ik ga gewoon hier aan de onderkant beginnen. Eerst om een lijntje te trekken. Ik denk dat de kleur in ieder geval een goede match is. Hij is niet te warm, wat ik vaak wel met wenkbrauwproducten heb. Dus ik ben heel erg blij om te zien dat dat heel erg meevalt. En ik had gelezen dat je met dunne strookjes moet aanbrengen, zodat het het meest natuurlijke resultaat krijgt. Oké, ik heb nu het meeste aangebracht, maar ik ga eventjes met een spoelie doorheen om het net ietsje uit te borstelen. Want ik zie op sommige plekjes dat hij net iets meer heeft gepakt, waardoor je zeg maar van die dikkere plekken krijgt waar het net iets donkerder is. En het is altijd wel heel erg mooi om aan de voorkant wat net uit te borstelen, zodat je een beetje dat ombre effect krijgt. Want ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik heb hierboven altijd een plekje die open blijft zitten. En ik zie nu ook dat het product daar nu eventjes niet op wil pakken. Dus dat ga ik nog eventjes zo voor een tweede ronde doen. Maar mijn eerste indruk is wel dat ik de kleur heel erg mooi vind. Die past echt gewoon heel erg goed bij mijn haarkleur. Hij is lekker assig en cool. En ik vond ook dat het best wel makkelijk aanbracht. Het was niet zo... ik vind het een beetje lijken op de Make Up Forever
bla 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 brow. Ik weet even niet zo goed hoe die uit mijn hoofd heet, maar ik zal het eventjes in beeld zetten. Daar vind ik hem heel erg op lijken, maar hij is net ietsje vloeibaarder en wat minder sticky, zeg maar. Wat ik heel erg fijn vind. Dus ik vond in ieder geval het aanbrengen al heel erg fijn. En ik had eigenlijk verwacht dat het heel snel op zou drogen en dat je er helemaal niks meer mee kon. Maar dat vond ik ook wel heel erg meevallen. Dus het is niet zo van ik moet een timer zetten en dat is een gek race om nu wenkbrauwen te gaan doen. Maar ik merk wel dat het nu begint op te drogen. Dus ik ga eventjes snel nog wat plekjes opvullen en deze wenkbrauw afmaken. Alright, ik heb dus nu 1 wenkbrauw gedaan. En ik moet zeggen dat ik er echt nog steeds heel erg tevreden over ben. Het was best wel te doen om gewoon nog een paar stukjes op te vullen. Nou, is het nu tijd om mijn andere wenkbrauw ook te gaan doen. Ik ga hem trouwens wel eerst nog eventjes doorborstelen. Dat ben ik net vergeten te doen. En ik heb trouwens ook helemaal geen foundation of ander product onder deze wenkbrauw zitten. Omdat ik had gelezen dat je dus het beste gewoon het op een schone huid kan doen. Dus ik had de rest van mijn make-up wel gedaan. Maar ik heb gewoon mijn wenkbrauwen leeg gelaten. En daar nog even met een wattenstaafje eroverheen. Om ervoor te zorgen dat er echt helemaal geen product onder zit. Doorgekamd. En dan ga ik nu met deze wenkbrauw beginnen. Nou, de wenkbrauwen zitten erop en ik moet zeggen dat het echt super snel ging. Het was ook heel erg makkelijk in gebruik. Ik heb nog wat product hier op de rug van mijn hand zitten, maar dat is inmiddels helemaal opgedroogd. Net zoals waarschijnlijk op mijn wenkbrauwen. Dus ik heb hier even een doekje om eventjes de veegtest te gaan doen. Ja, het blijft gewoon echt super goed zitten. Dit is een droog stukje doek en ik heb net ook een stukje nat gemaakt. Hier, dit is hier nat. Wow, dat blijft inderdaad echt mega erg als een huis zitten. Ik moet zeggen dat ik dat nog in één keer heb gezien met andere producten. Soms heb ik ook wel waterproof eyeliner, maar zie je toch altijd wel dat het een beetje eraf gaat. Maar nu heb ik echt gewoon een goede vlek nog steeds op mijn hand zitten. Dus hier ga ik waarschijnlijk de hele dag ermee rondlopen. Maar goed, dat maakt niet uit, want ik ben heel erg benieuwd of dat ook inderdaad zo geldt voor mijn wenkbrauwen. Maar dus eerste indruk van mij is een dikke duim omhoog. Ik geef er zelfs 2, omdat het dus super makkelijk in gebruik was. Het inderdaad gewoon zeker smudgeproof en waterproof is. Want dit zit er echt gewoon super goed op. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn voor de rest van de dag. Dus ik ga jullie gewoon over een paar uurtjes weer een update geven. En laat ik jullie weten hoe het eruit ziet, hoe het aanvoelt. En ja, of het inderdaad gewoon nog heel goed blijft zitten. Zo'n langere tijd. Dus ik zie jullie gewoon weer over een paar uurtjes. Hi iedereen, ik dacht ik doe weer eventjes een update van check met jullie. We zijn nu ongeveer 6 à 7 uur verder. Dus het is eigenlijk wel gewoon een halve dag voorbij. En ja, dit is hoe ik er nu uitzie. Ik moet zeggen dat ik net echt binnenkom stormen. Ik ben van de fiets afgestapt. Ik heb een stuk gefietst. En ik ben echt nog half aan het uithijgen. Ik heb het super warm. Ik loop ondertussen ook echt te zweten. Dus vandaar dat ik een beetje glim op bepaalde plekken. Maar als we kijken naar mijn wenkbrauwen, dan vind ik dat ze er echt nog heel erg goed uitzien. Eigenlijk gewoon precies hetzelfde als de laatste keer dat ik jullie sprak. En ze voelen ook niet anders. Ze zijn niet korsterig of ze vallen ook niet half eraf van die plakaten product. En ik vind dat alles er nog heel erg goed uitziet. Tot nu toe, ik heb niet zo heel veel extra's te updaten. Maar dat is misschien juist wel heel erg mooi en positief. Dus ja, ik ga jullie gewoon over een paar uurtjes weer een nieuwe update geven. En dan ga even kijken hoe het er dan uitziet. Hi iedereen, we zijn inmiddels alweer een paar uurtjes verder. Ik zou zeggen ongeveer 6 uur later. En ik dacht het is tijd om wel weer een nieuwe check-up te doen. En ja, zoals je kan zien heb ik inmiddels geen make-up meer op. Ik ben net uit de douche gekomen. En ik heb mijn make-up verwijderd met een make-up product. Dus dat heb ik gewoon over mijn hele gezicht gedaan. En ook mijn voorhoofd. En zoals je kan zien zit mijn wenkbrauwen er nog steeds heel erg goed op. Ik heb niet mijn handen of het product over mijn wenkbrauwen heen gehaald. Dus dat heb ik gewoon zo gelaten. Maar er is natuurlijk wel gewoon water van de douche over mijn gezicht en de wenkbrauwen heen gekomen. En zoals je kan zien zit het echt nog vrijwel helemaal goed erop. Ik zou zeggen dat er voor 95% mijn wenkbrauwen er nog op zitten. En dat er wel kleine beetjes zijn, vooral hier aan de voorkant.
en de randjes, dat die een beetje weg zijn gegaan. Nu moet ik wel zeggen dat ik waarschijnlijk per ongeluk met mijn vingers en met het product een klein beetje over mijn wenkbrauw ben gegaan. En dat dat misschien ervoor heeft gezorgd dat er stukjes van mijn wenkbrauw wel eraf zijn gegaan. Maar verder kan je zeker wel zien dat dit product gewoon wel waterproof is. Want er is gewoon allemaal water overheen gekomen. En ik vind dat mijn wenkbrauwen echt nog steeds er heel erg goed op zitten. We zijn inmiddels een hele dag verder. Het is de volgende dag. En ik wilde nog eventjes een allerlaatste check-up doen. Gisteravond heb ik jullie namelijk laten zien hoe het eruit zag. Eigenlijk na een hele dag. En zelfs nadat ik onder de douche ben geweest. En daarna ben ik gewoon in bed gestapt. Heb ik gewoon mijn wenkbrauwen gelaten zoals ze waren. Om te zien hoe mijn wenkbrauwen er de volgende dag uitkwamen te zien. Want als je dus gaat slapen, dan lig je natuurlijk wel een beetje met je hoofd op de kussens. Dus ik was heel erg benieuwd of ik ze er misschien toch wel afgevreven had. Maar ik stond de volgende ochtend, dus vanochtend, op met wenkbrauwen die er echt nog prima uitzagen. En eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik heb gewoon in de ochtend alleen dus die randjes een beetje bijgevuld. Zoals ik al eerder vertelde, dat die er een beetje af waren. Dus ik heb in de ochtend dat een beetje bijgevuld. En verder waren ze eigenlijk gewoon helemaal good to go. En kon ik de rest van mijn make-up gaan doen. Sinds vanmorgen is er inmiddels een hele dag voorbij gegaan. Want het is alweer het einde van de dag. En dit is dus hoe mijn wenkbrauwen eruit zien. Ik vind dat ze het echt heel erg goed uitzien. Het voelt ook echt gewoon heel erg prettig. Nog steeds niet iets van trekkerig of vlekkerig of wat dan ook. Zit er allemaal nog heel erg goed op. En ik ben vanmiddag ook nog door de regen heen gefietst. Dus ik heb deze waterproof test denk ik wel op twee verschillende manieren geprobeerd. En hij is er gewoon heel erg goed uitgekomen. Ik hoop dat jullie het handig vonden om op deze manier zeg maar een review te zien van het product. En natuurlijk ook met de verschillende updates die ik heb gedaan. Om te zien of het product ook echt zo long lasting is. Dus dat wordt beloofd. En ja, ik vind dat het echt een super fijn product is. En ik geef hem nogmaals nog steeds 2 duimpjes omhoog. Omdat ik gewoon heel erg tevreden ben over de kleur, de formule van het product, hoe het aanbrengt, hoe het eruit ziet. En het is gewoon echt heel erg long lasting, blijft gewoon de hele dag goed zitten. Of je nou eigenlijk tussendoor een dutje doet, of dat je gewoon allemaal water over je gezicht krijgt. Of misschien heel erg zweet door de hitte, wat dan ook. Nou, deze review video is volgens mij al best wel lang geworden, dus geef hem vooral een duimpje omhoog als je hem leuk vond om te zien. En vergeet ook zeker niet om je te abonneren op ons kanaal. Laat me vooral even weten met welke soort producten jij momenteel je wenkbrauwen doet. Is dat misschien een poeder, een crème, een potlood? Of doe je misschien helemaal niks aan je wenkbrauwen? Laat het eventjes weten in de comments. En wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie heel snel weer in de volgende.